Hallo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een nieuwe video vandaag. Een klein vlog. Ik zit er echt wit uit, misschien door de licht, maar... Oha. Ik denk vooral door de licht, maar ik ben niet ziek, dus ik ben niet op school. Ja, morgen ga ik wel op school. Ik voel me wel iets beter dan gisteren, maar... Ik laat deel de tranen van de verkoudheid. Of ja, ik denk dat het verkoudheid is. Dus gewoon elke minuut komt er snot bij mijn neus. En ja. Kijk, nu ga ik tranen laten. Snap je? Vandaag ga ik filmen hoe ik studeer. Of ja. Ja, gewoon hoe ik studeer. Of ja, gewoon eigenlijk een beetje op vlog vandaag. Ik weet niet waarom. Ik wil gewoon meer video's maken. Ja, ik heb veel tijd om video's te maken vandaag. Ik zit gewoon de hele dag thuis. Wat zal ik nog vertellen? Deze week heb ik... Normaal had ik vandaag een grote toets van Frans. Maar ik heb daar goed voor gestudeerd en vrijdag de toets voor wereldoriëntatie. En die moet ik nog goed studeren, want ik heb zelf nog niet de helft gestudeerd. En vandaag is maandag, dus ik heb nog wel tijd. Maar ik heb in de weekend al begonnen. Ik weet niet. Ik moet gewoon de uitroeptekens doen, want die zijn heel belangrijk om te studeren en zo. En ik maak deze video een beetje om mijn motivatie te geven. Ik weet niet waarom. Ik weet niet, dit geeft een soort van motivatie of zo, maar ik heb niet zoveel. Kan ik studeren wanneer ik een soort goed gevoel en een soort motivatie heb of zo. Want vandaag zei ik zo van, ik ga 2 uur studeren vandaag, want ik voel me zo goed. 1 uur later, ik heb geen zin in studeren. Snap je dat zo? Dus ja, ik weet, kijk, hier staat bij mij dat ik alleen nog 34 minuten kan filmen. Maar ik weet niet of dat waar is. En als dat waar is, ga ik een paar dingen verder dan van mijn opslag. Dus ja, het is momenteel nu eigenlijk bijna 12 uur. Ik ga nu beginnen met studeren. Ik zal ook tonen waar ik ga studeren vandaag. En misschien ga ik vandaag nog een video maken. Maar die komt pas, ja, misschien na 2 uurtjes of zo. Denk ik. Ik weet eigenlijk nog niet waar ik moet uploaden of ja. Ik dacht Assassin's Creed, maar dan moet ik wel de hele... Ik heb zo 2 uurtjes gespeeld zonder te filmen. Dus ik denk dat ik gewoon een nieuwe opslag ga starten. Dat ik even spelen waar ik was. Twee video's geleden. Nee, drie video's geleden heb ik eens een Grid gespeeld. Ja, dat klopt. Dus heb ik eens een Grid gespeeld tot de hele intro heb ik gespeeld, zeg maar. Ik ga een nieuwe opslag dan ook doen en dan ga ik verder spelen. Op de PlayStation. Ja, dat word ik eigenlijk zeggen. Ik ga beginnen met studeren. Ik ga eventjes naar mijn kamer, want daar denk ik dat ik iets beter studeren. Vandaag. Ik heb eigenlijk nog niet gekeken waar ik ga studeren. Maar vandaag dacht ik. Dus dat weet ik al.
Ik moest studeren over de Eerste Wereldoorlog, dus ja. De loopgraven, ja. Oké, dat heb ik ook al gestudeerd. Ik moest tot de. Ja. Ah ja, tot hier. Maar een klein stukje vergeten is er toen. Dat is dit, dat Oostenrijk-Hongarije verklaart met Servië. En Duitsland steunt Oostenrijk-Hongarije. En Rusland steunt. Rusland steunt Servië, dus Rusland verklaart ook de oorlog aan Oostenrijk-Hongarije. En doordat verklaart Duitsland aan Rusland de oorlog. En Duitsland verklaart ook de oorlog aan Frankrijk. Frankrijk steunt zeg maar Rusland en Engeland en België. Steunt Frankrijk ook naar de inval en zo. Dus dat moet ik eigenlijk al in mijn hoofd weten. Dat weet ik ook. Oké, ik denk dat ik vandaag 5 uitroeptekens ga doen. Dus dit kan ik eigenlijk al, maar zo. Hoe zeg je dat? Ik kan dat al. Als ik de woorden zie, weet ik waar ze ik kan plaatsen. Maar ik wist ze denk ik niet uit mijn hoofd, zeg maar. Dus misschien moet ik dat ook oefenen. Bijvoorbeeld, gaat over de prikkeldraad, over frontlinie, loopgraven, bevoorrading, loopgraaf en een reserveloopgraaf. En dan heb je ook een betonnen bunker. Een lange afstand. Artillerie. Is dat twee L'en? Artillerie? Wacht, ik kan dat niet goed lezen, wacht. Afstand. Afstand. Sartillerie. Afstand. Tillerie. Afstand. Weet ik weer. Betonnen bunker heb ik al gezegd. Reserveloopgraaf. Ja. En dan ook. Dat was dan. Ja, ik heb alles gezegd. Maar. Nu ga ik. Twee. Dat is eigenlijk wel makkelijk. Dus misschien doe ik daar ook bij één. Dus dan twee of één. Dit is sowieso een drie. En dit is sowieso een vier. Oeh, dat is niet zo makkelijk vandaag, denk ik. Aha, en dit is een vijf dan. Ja, oké. Anders ga ik dit als 5 doen, want dit is wel iets heel groots. Dan heb ik er ja, 4, 5, zeg maar. Maar, of ik kan beter alles gaan een keertje gaan kijken. Dus alles een keertje gaan lezen en zo. En dan de volgende dag of zo. Uit mijn hoofd of zoiets. Dus ik moet dit ook een beetje uit mijn hoofd worden. Ik moet vooral weten over wat de vrouwen deden in de oorlog. Wat de avondklok betekent en wat het leven van dag tot dag is, zeg maar. Ja, dat zal ik wel kunnen leren, maar ik weet niet of je precies dit helemaal uit je hoofd moet weten. Ik denk dat het wel handig is, maar dat ga ik pas op het einde doen als ik nog ja, tijd over heb, zeg maar. En op het einde wil ik dan de woensdag, donderdag, vrijdag. Nee, vrijdag kan niet. De woensdag of donderdag, zeg maar. Dus dit weet ik al. Dus ik moet hier beginnen. Goed, dit leggen we. Oké.
Dus even kijken. Zet de gebaren nog eens op een reisje. Gebaar voor aanvallen, koude of warmte, ongedierte, stank. Ah, te weinig en gezonde voeding, weinig nachtrust, ziektes, verveling. Eigenlijk moest ik dat al uit mijn hoofd weten vanaf gisteren eigenlijk. Oké, dan heb ik dat ook gehad. Dus gevaar voor aanvallen, ongedierte, koude of warmte, slechte of weinig voeding, geen rust of zo. Rust, iets met rust. Ja, weinig nachtrust. Stank. Dan ook verveling. Want ja, je wordt gehypnotiseerd. Nee, hoe zeg je dat? Ik weet, ja, dat je echt keiveel verveelt en dat je allemaal als geesten ziet. Of ja, dat je dat ja, heel iets extreems gebeurt met jou. Dus gevaar voor aanval heb ik gezegd, koude warmte, ongedierte, stank, te weinig heb ik ook gezegd, weinig dat heb ik ook, ziektes ben ik dan vergeten, verveling en ziektes. Ik heb nu in mijn hoofd. Zo, dan gaan we van dit. Dit is eigenlijk heel makkelijk. Het zijn zes prenten en ik moet gewoon de juiste naam hebben. Ja, woord of naam erbij. Dat is een mijn, een granaat, een geweer, een kanon en een ik denk een klolk. Of een klolk. Klopt dat wel? Ik ga kijken of is dat shit. Soms ik schrijf echt slordig. In een bom, zo'n klein mesje, ik weet niet hoe dat heet. Ik ga kijken. Dat is eigenlijk wel best wel makkelijk. En ja, dan de zeeoorlog. Toen de landoorlog vastgelopen was, in een uitzichtloze loopgraafoorlog, probeerden zowel Groot-Brittannië als Duitsland de strijd op zee uit te vechten. De Britten hielden alle vaartuigen tegen die op de weg naar Duitsland waren of ze niet geladen waren. Papira. Kom zo. Zo, ik ben terug. Dus of ze nu geladen waren met de oorlogsmaterialen of niet. Wacht, kijk. Ik ga het eerst dan lezen en dan ga ik opzoeken. Oké, goed. Ja, wacht. Ja, ik heb geen veel bakje, maar maakt niet uit. Ook neutrale vaartuigen op weg naar neutrale landen zoals Nederland werden aangehouden uit schrik dat hun lading naar Duitsland kon vervoerd worden. Vandaar dat ook daar mensen honger hadden tijdens de oorlog. De Duitsers probeerden met behulp van duikboten, dus de U-boten, alle schepen die mogelijk naar Groot-Brittannië voeren door tot zinken te brengen. Dus toen de oorlog vastgelopen, dus toen de, toen ze, toen eigenlijk heel veel doden zijn, maar ze gaan niet naar voren of naar achter, was er
Het is echt een loze loopgraafoorlog. Dus eigenlijk onder de grond was het eigenlijk een oorlog. Ze probeerden zowel Groot-Brittannië als Duitsland de strijd op zee uit te vechten. Oké. De Britten huurden alle vaartuigen die op weg naar Duitsland waren. En ze geladen. Kan je even opzoeken wat die mes is? Klonk. Of die L, die eerste L kan iets anders zijn. Klonk. Ik ga kijken. Hopelijk vind je deze video leuk. Ik denk niet, want ja, het is gewoon letterlijk mijn leven. Oké. Zo. Even kijken. Klonk. Klok. Misschien dan? Ah, nee. Wacht. Een klein mesje bij het wapen, bij wapen, het is mijn wapen, een klein mes bij de wapen. Dus je doet zo, dan zo, zo. Of een kloek. Misschien een kloek. Ga kijken. Kloek. Kloek. Mes, oorlogsmes of zo. Oorlogsmes. Wacht, dan ga ik schrijven. Wacht, hier schrijven. Oorlogsmes. Dan dit klonk, klonk. Of ah, ik kan het niet vinden, dus ik weet eigenlijk niet hoe dat heet. Klo is dat een ketonk? Ketonk? Zo. Dat is een C of een do. Oh. Het is een. Oh, het is een. Oh, ik ben zo dom. Het is een donk. Het is een donk. Aha, ja, ik heb het gevonden. Het is een donk. Ik schrijf zo lelijk. Ik dacht dat het eerst een C en een L was, maar het is eigenlijk een D. Ik ga dat even verbeteren. Ja, wauw, joh, ik ben echt een dolk. Oké, dus daar heb ik ook. Een mijn is zo'n bal met zo'n steekhoofd, zeg maar. Granaat is gewoon, ja, zo'n granaat. Als jij Call of Duty speelt, kan je dat. Een geweer.
een kanon, een dolk en een bom. Ik denk dat je ook uit je hoofd moet weten. Dus die zeeoorlog heb ik ook al gedaan. Zo, dan moet ik nog dit gaan studeren en dan ben ik klaar voor vandaag. Eigenlijk heb ik. Ik dacht dat het echt heel, heel groot ging zijn, maar ik ben al bijna bij het einde. Dus ik moet daar heel veel herhalen. Anders kan ik tot. Ja, kan, anders ga ik. Nee, anders ga ik tot een strip. Want hier is iets heel belangrijks, zeg maar. Belangrijke gebeurtenissen. In mei 1915 vallen de Duitsers een Brits schip. Ah ja, dit was dat ze een Britse schip hebben gebombardeerd, denk ik. En er zaten Amerikanen in, zeg maar. Dus daarom, door die bom, denk ik, ging Amerika zich mengen met de oorlog, zeg maar. Ja, en dat was het eigenlijk, denk ik. Ik ga kijken. In 1917 breekt er in Rusland een opstand en de bewolking komt op straat. Duitsland en Rusland ondertekenen een wapenstilstand. Maar ik snap niet eigenlijk. Dus Amerika komt erin en dan in 2 jaar later breekt er in Rusland een opstand en de bewolking komt op straat. En dan gaan ze ondertekenen voor een wapenstilstand met Duitsland en Rusland. En ze zeggen: wij sturen ons, we sturen ons soldaten naar België. En toen was het, ja, wapenstilstand, zeg maar. Op 11 november 2018. Het is gebeurd in een trein, dacht ik. Ja, in een trein, in een wagon of wagon. Bijna wagon. En ja, dat was het. Ik kan niks zeggen van ja. Goed, laat eens de camera. Ik ben sneller dan de camera, denk ik. Wacht, misschien moet ik pijn lijden. Wacht, hè? Maar is de camera echt snel of? Ja, dit hè. Ik doe ook weer een spiegel. Ik ben sneller dan een spiegel. Kijk, hè. Nee, dan ik was het tijdelijk sneller. Ja, de camera zit een klein beetje achter, kijk hè. Ja, de camera zit een klein beetje achter. Maar als ik zo doe, begon ze hier, snap je? Dus ja. Ja. Is ook heel belangrijk, zeg maar, de gevolgen van de oorlog. Heel belangrijk. Oh, dit ben ik wel een beetje vergeten over wat dit ging. Ah ja, wat er allemaal elk jaar, dan moet ik ook gaan studeren, want dat is niet zo makkelijk. Oké, dan ben ik wel klaar met studeren. Ik ga dit hiervoor gaan studeren voor een paar minuutjes. Dus even kijken. Dus wat is belangrijk? B, D en F is belangrijk. Dus even kijken. Het leven dag tot dag.
België was afgesneden van de wereld. De Duitsers eisten alles om te plunderen. De hongersnood dreigde en werd een comité opgericht om de voedselverdeling te organiseren. De rationering werd een feit. Mensen hadden maar recht op een bepaalde hoeveelheid van een product. Ze hadden zegeltjes die ze in de winkels konden ruilen, tegen brood, spek, zo en zo vet enzovoort. Gelukkig konden vanuit Spanje, Nederland en vooral vanuit de Verenigde Staten toch voedselvoorraden worden aangevoerd. Dus het was gewoon een hongersnood van dag tot dag. Tijdens de. Is het na de oorlog of tijdens de oorlog? Ja, dat was tijdens de oorlog. De avondklok. In 1917 mochten de mensen na een bepaald uur niet meer naar buiten. Of het was verboden om het licht aan te steken. De Duitsers beslisten dat ze wilden tonen wie de baas was en de mensen verbied een normaal leven te leiden. De steden waren donker en verlaten, de angst werd nog groter. De misviering was een van de zelfstandige gelegenheden waarop mensen nog konden samenkomen. F. Vrouwen. In de fabrieken vervingen vele vrouwen de mannen die moesten gaan vechten. Anderen werden verpleegsters in het ziekenhuis of aan het front. Nog anderen deden de wasserijen van het leger. Duitsland had ook een gebrek aan arbeiders. Terwijl de Duitse mannen in de oorlog vochten, moesten ook de wapenfabrieken blijven draaien door verplichte Duitsland meer dan 100.000 Belgen om in Duitsland te gaan werken. Ai, nou, dat is niet normaal, man. Dus dat heb ik ook een keertje gelezen. Dat is niet normaal hoe is ik eigenlijk ben. Dat is niet normaal. Na 5 minuten komt die stok gewoon terug. Oha, ik moet beter niet kijken. Ik ben eigenlijk wel een beetje hype voor de Assassin's Creed, want ik heb premium, PlayStation Plus premium, en ik heb bijna elke Assassin's Creed spel, dus ik kan heel veel video's maken, want één Assassin's Creed game duurt wel heel lang, serieus. Ik heb Assassin's Creed 2 op de PlayStation 3 en op PlayStation 4. Maar ik heb de PlayStation 4, zeg maar. Mijn PlayStation 4 was kapot gegaan. Of ja, kapot. Ik weet niet eigenlijk wat ik weet niet wat er is gebeurd, maar dat was zo geglitch. En ja, het was zeg maar geglitch. Dus ik speelde FIFA 22. Mijn poppetje stond stil, zeg maar. En dan, mijn snelmenu werkte niet. Ik kon niet naar de menu gaan van PlayStation. Dus ik heb uitgedaan via de, weet je wel, die PlayStation bakkeling. Dus ik heb daar eventjes ingedrukt hadden. Dat is eruit gegaan, maar dan kon ik dat niet meer open doen, zeg maar. Dan heb ik voor een jaar. Misschien langer dan een jaar geen PlayStation had. En ik heb vorige maand of 2 maanden geleden de PlayStation gekocht bij tweedehands. Ik heb daar 8 spellen bij gekregen. Dat was het. Ik heb ook 2 controllers erbij gekregen. Het had dat 800 gigabyte. Goed. Dat was eigenlijk een goede aankoop voor 200 euro. De man die was 18 jaar of zo. Die wilde eigenlijk verkopen voor 250, maar voor ons 200. Ik ben vergeten waarom, maar ja. Wij zijn zo vriendelijk, je weet wel. ik wil de vlog gaan afsluiten. Ja, en elke keer een vlog. Het is gewoon waar ik moet studeren. En misschien heb ik jullie iets geleerd. Wauw.
En de oorlog begon op 28 juli. Wauw, ik weet dat nog. 28 juli 2014. De oorlog is begonnen. Ah, nu weet ik waarom de oorlog is begonnen. Ben echt dom. De oorlog is begonnen. Omdat. Ik weet even niet. In Oostenrijk. Wacht. Het was of in Servië of in Oostenrijk. Ik denk in Oostenrijk, maar ik ben niet zeker. Hè? Kijk eens kijken. Het was in. De kroonprins Frans Ferdinand van Oostenrijk-Hongarije en zijn vrouw bezoeken Bosnië. Een man nadert het vliegtuig en schiet. Dus de mensen van Oostenrijk zijn naar Servië gegaan en daar heeft een leerling, zeg maar, ja, een leerling van 18 jaar, zeg maar, die doodgedaan is, daarom is er een oorlog geweest, denk ik, zoiets. Ben zeker, maar ik denk wel, anders ga ik het opzoeken, maar ja. Ja, oh joh, deze video is langer dan 30 minuten. Ja, sorry daarvoor. Het gaat pas. Ik weet niet hoe lang het gaat duren voor de upload, maar ik denk dat het om 12:30 kan geüpload worden. Ben zeker, misschien ietsje langer. Ik ga al starten met Assassin's Creed. Ik weet niet of ik nu helemaal opnieuw ga beginnen. Dus ook Assassin's Creed met aflevering 1 misschien ook opnieuw doen. Of zal ik gewoon, ja, zeg maar, verder doen. Ik ben nog aan het twijfelen. Want dat duurde al 30 minuten, die aflevering die ik daar heb gedaan. En ja. Ik zal nog zien. Hopelijk vond je deze video leuk. Doe dan een duimpje omhoog, abonneer en tot de volgende keer. Ciao!